Dag iedereen, welkom bij Derayeur, de Wielerpodcast van Pix. Het is eindelijk zomer en dus gaat de blik richting de Ronde van Frankrijk. Niet zonder ook eens terug te kijken op de Ronde van Zwitserland en het Belgisch kampioenschap. En dat doen we met Serge Paus, coach bij Belgian Cycling en een van onze vaste analisten en ook Dries van Gestel, renner bij Total Energies. Dag mannen. Dries, jij zat op het BK in Zottegem. Want deze podcast wordt een dag nadien opgenomen ja, op het BK in Zottegem, Diep in de finale nog in de groep van de favorieten. Hoe was het? Uh, uh, warm. <laughs> warm en, uh, en redelijk, redelijk lastig. Het was een, toch wel een, een zware editie van het Belgisch kampioenschap. Uh, maar het was net zo lastig, maar net niet lastig genoeg om één keer een goede schifting door te voeren. Um, en ja, dan komt het dat, komt dat altijd heel vaak terug samen. Dan gaan we uiteindelijk sprinten met een uitgedunde groep, denk ik. Uh, het was, ja, het was uh, toch wel uh, een stevige editie. Ja. Arno de Lee die wint, Serge, dat is een stap op je 22 e Als je ziet ook wie hij klopt in die sprint. Ja, ik vond, ik vond vooral zijn sprint heel indrukwekkend, want eigenlijk klopt hij de beste van de wereld. En niet zomaar, maar ze, moesten gewoon, of ze, ze zijn gewoon nooit uit zijn achterwiel uh, weggekomen. Hè, dus, uh, ja, Philipsen, die straks in de tour misschien een aantal ritten gaat winnen. Uh, Merlier is een van de rapste. Wout zat daar ook. Uh, dus, uh, Jordi Meus. Uiteindelijk uh, zijn dat allemaal wereldtoppers in, in massasprinten zelfs. Dus um, ja, dat was toch wel indrukwekkend vond ik uh, hoe, dat hij, uh, hoe dat hij won. Ja, nou. Ik werd voor de start nog uh, getipt. Dat Arnaud de kort zijn Ah ja? ja. En op welke manier? Uh, <laughs> ja, kent, er waren uh, wel een aantal signalen natuurlijk. Ik heb gekend voor de koers. Mijn ouders staan dan ook bij uh, een oude mechaniker van die ploeg. Uh, en zo. En dan... Uh, ja. nee, hij heeft <laughs> dan hem in bleek. de alleen. Ja, ja vooral. Ik, uh, <laughs> maar ja, ik moet er, uh, ik moet er ook eerlijk in zijn. Uh, ik heb niet de power uh, die de Arno kan, uh, kan ontwikkelen in de sprint. Dus uh, ja, wie ben ik dan om, uh, om hem uh, uit het wiel te kwakken van de juiste trein? Of, of, Um, ja, zo ben ik. Uh... Je had ook wel een aankomst die hem echt goed lag denk ja, ik. Klopt, hè? Zo... Want ik denk Arno is echt zo wel een renner die dat op de macht kan afzien en nog een keer ja. die kracht kan geven. Ja. Um, nu de aankomst was aan die twee ronde punten in de laatste kilometer um, van denk 800 tot 300 meter van de finish ging het eigenlijk meer dan vals op. Uh, en dan komt eigenlijk op het 300 van de meet komen op het vlakke stuk. En dan is het nog een keer die, die extra tand kunnen bijschakelen. En ik denk wel dat Arno daar, daar echt wel, uh, mm. wel heel sterk in is. Ja. Een stap in zijn carrière en ja, zeggen dat hij in het voorjaar aan stoppen heeft gedacht. Ja, dat vind ik wel een heel straffe uitspraak. Maar het is wel, het is wel een feit dat hij het heel moeilijk heeft gehad. Uh, waarom? Omdat die verwachtingen na vorig jaar ineens hoger waren. En dat zijn er verwachtingen die hij zelf natuurlijk gecreëerd heeft, maar die er ook zijn bij de ploeg, bij, bij iedereen. Um, en door omstandigheden waren die natuurlijk niet ingelost, of werden die niet ingelost. En dan, dan is dat moeilijk, hè? Terwijl dat hij eigenlijk wel in het voorjaar nog ook hier en daar nog wel flitsen liet zien. Ik denk aan, aan Gintyveelgem toen hij daar van de ene wire naar de andere mm -hmm. reed. Ja, dat zijn dingen die, die we niet uit. veel renders ja. kunnen. Ja. Um, Ik zat de wire ervoor. <laughs> <laughs> maar ja, uh, hij was ook wel emotioneel in zijn interview ja. achteraf gisteren. En, uh, dat is nog maar eens bewijs hè? dat wielrennen meer is dan enkel met de benen fietsen. Het is echt wel uh, allee, mentaal moet je heel sterk zijn, zelfs voor die renners op het, op het hoogste niveau. Ja. En uh, ja, dan is dit wel een enorme ontlading, zowel voor, voor zichzelf als voor de ploeg. En het uh, en, en is natuurlijk wel zalig om zo naar de tour te gaan. Ja, want hij wist ook dat hij wel in orde was. Hij had al wel gewonnen sinds zijn terugkeer. Ja. Maar dan in Zwitserland was het misgelopen in die uh, sprintetappe, ja. uh, de ketting eraf. En dan leg je jezelf ook meer en meer druk op. Je voelt dat wel aan, uh, aan die mannen ook. Ja, ik denk ook dat Arno zelf wel een redelijk, zoals ik hem ken, redelijk nuchter is en, en altijd heel, heel vriendelijk, heel nuchter uh, op de fiets ook zit. Um, maar natuurlijk um, heel de lotto Destiny Ploeg rijdt goed. Hè. Um, hij trekt zich daar ook, of ja, iedereen trekt zich aan elkaar op. Uh, Lennart van Heetveld vindt uae tour denk ik. Mm -hmm. um, Maxime van Gil in 2024. Hij uh, rijdt dan ook echt super goed in strade. Dus jij ja, wil dan ook op dat elan doorgaan. Um, en ook al staan je misschien zelf wel nuchter in het wielrennen. Je wilt toch ook zelf wel bewijzen van ja, ik wil ook uh, winnen voor, uh, of ja, bijdragen aan het succes van, uh, van de ploeg. Dus uh, ik denk dat je zelf onbewust misschien ook wel wat, wat druk ervaarde. Uh, en dan ook de druk die daar buitenaf komt. Uh, ik ga niet zeggen druk van, uh, van, vanuit de ploeg zelf, maar ja, toch verwachtingen die daar door de, door de buitenwereld gecreëerd worden, door de pers, door de media. Uh, ik denk dat dat niet, uh, niet te onderschatten, uh, onderschatten is. Ja. En dus zien we de Belgische kampioen in de Tour. Serge, wat kan er voor de league daar? Wel, um, ik weet nog, vorig jaar in september heb ik met hem gesproken over mogelijke deelname aan, aan de Tour. Hè. Dat was op het Europees kampioenschap uh, in Nederland. Drenthe. En uh, toen zei hij: ja, Ik wil volgend jaar naar de tour gaan, maar op voorwaarde dat er echt wel een aantal ritten zijn waar ik iets kan gaan doen. Want ik, ik denk, zegt hij, dat ik in pure massasprints, in, in vlakke ja. sprints, eigenlijk tekort ga komen tegen de beste sprinters. Alhoewel dat ik dat wel betwijfel. Maar um, hij heeft echt zo nood aan een aantal lastige aankomsten, ja. zoals eigenlijk gisteren in, in Zottegem. Dus. In de Tour zitten er wel een aantal in nu en ja, ik, uh, ik denk dat hij gewoon uh, alle, ritten kan winnen. Hè, of, ja. Ik denk dat dat binnen zijn mogelijkheden ligt. Als hij nu in België... Oké, okay, het, het Belgisch kampioenschap is ook niet te onderschatten. Dat niveau, ik vond het altijd een van de lastigste wedstrijden nee. van het jaar. Mm -hmm. Ja, daar klopt hij toch ook uh, de beste sprinters van de wereld, dus dan gaat hij dat volgens mij in de Tour even goed kunnen. Nee. Ik zou niet verrast zijn als hij één of meerdere ritten wint. We mogen, we mogen natuurlijk niet vergeten dat er ook... Uh, de, we mogen dat wel zeggen, denk ik. Uh, we mogen daar trots op zijn ook in België dat we zeker uh, de top 2, 3 sprinters van de wereld mm. hebben, met, met Merlier en Philipsen. Um, maar dan komt er nu... Volgende week komt er dan ook uh, Groenewegen bij, uh, Olaf Kooi komt erbij. Um, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een stuk of vier, vijf, vier, vijf andere sprinters. Um, het zal drukker zijn. In de, in de aanloop naar de sprint. Het BK, ik denk, dat is een heel moeilijk te organiseren koers, een heel moeilijk te controleren koers ook. Um, gisteren, ik denk dat Quinter Hermans en Kampie um, uh, de laatste twee, drie kilometer uh, teruggegrepen zijn uh -huh. op de Lippenhovenstraat. Dus ja, het was echt zo heel moeilijk. En dan moeten we direct lotto zijn, direct kunnen schakelen van ja, hoe, gaan we het, uh, hoe gaan we het aanpakken? Want ze waren, de, ze waren eigenlijk de vlucht van Kampie aan het beschermen. Komt terug samen. En dan is het eigenlijk heel snel, heel snel schakelen van ja, oké, okay, goed. Arno is er, Arno is goed. We gaan uh, voor hem voor de sprint. Uh, en ik denk in een. Ik denk ik, dat is wel een veronderstelling, want ik heb nog nooit een toeretappe meegemaakt. Maar ik denk een toeretappe dat is meer um, gecontroleerd de vlucht op tijd teruggrijpen. Mm -hmm. um, en dan al van 10 kilometer of 15 kilometer voor de finish op, ik zal zeggen een, een smalle weg op 10 van de meet. Zien dat je daar vooraan zit en ja, dan begint het eigenlijk al op 25 kilometer van de finish. Want ja. om op 10 vooraan te zitten, moet al op 25 van de finish uh, je er al, al zitten, want anders komt we nooit meer uh, vooraan. En dan is dat zo: ja, blokrijden, filerijden, je kunt ja. nergens uh, naartoe. En op tv lijkt dat niet lastig. Er wordt relatief snel gereden, maar dat ziet er gewoon heel gemakkelijk uit om iedereen naast elkaar rijdt. En, oh, oh ik zal zeggen, ja. uh, iemand, een knecht, rijdt op kop. Uh, en dat ziet er totaal niet lastig uit. En dan zakt de knecht erdoor en dan. Oh, 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 ja, dat is een knecht. Maar ik kan u verzekeren dat dat wel enorm lastig is om, om met acht renners van acht verschillende ploegen. met acht treinen naast elkaar. op de eerste rij van het peloton te blijven zitten. Dat is, dat is ongelooflijk uh, lastig. Fysiek al. En dan ook het mentaal aspect van, van het wringen. Van gevoeld zo hier achter ja. u iemand zitten zo en je weet van als ik een klein beetje naar links ga dan komen ze ertussen en dan hè, ben ik de ploeg kwijt en dat is echt dat is, dat is niet onderschat hoe, hoe lastig eh, zo, zo de sprintvoorbereiding of ja, iedere voorbereiding naar een bepaald punt naar de sprint naar een bepaalde klim dat, is, uh, dat komt er ook nog eens allemaal bij en ik denk dat dat minder gisteren minder op het PK WK minder ja. Minder was dat dan iets vrijer rond werd. Ja. Uh, bij wijze van spreken Arno kon op de Lippenhovenstraat positie 20, 25, 30 opdraaien. Geen probleem. Um, het peloton was zelfs niet, gro niet groot. Dus hij had meer ruimte om te, te manoeuvreren. En een Tour moet, nogmaals, dat is niet eigen ervaring, dat is hoe dat ik denk dat het is. Um, Daar komt veel meer bij kijken. Met heel de ploeg. Mm -hmm. Er is veel meer uh, dan gewoon. Nou, ik zal eens rap op 500 op meter. Pup, pup, Binnen doorkomen. Uh, ik denk niet dat dat, dat, dat mogelijk is. Uh, maar hetgeen dat ik al wel gezien heb van de, de lotteploegen. Uh, dat ze wel uh, echt wel goed op elkaar afgestemd zijn. Dat ze wel echt, uh, wel echt sterk zijn. Ook een goede trein hebben. Ja. En vandaar ook dat hij zichzelf nog niet echt als een sprinter puur ziet. Hè, Serge, omdat die, ja, die trein. Ja, in vergelijking met andere, meer gerodeerde treinen, ja. nog niet uh, in die mate op de rails. Ja, staat. en ook hij als individueel renner rijdt ook altijd op een heel groot uh, verzet. Mm -hmm. Zo heel atypisch voor, voor een sprinter dan, hij is echt, echt op de force. En het, het lijkt zo niet echt flitsen bij hem, zo. alleen niet, niet zoals een Cavendish of zo, die, die ja, zo als een duiveltje uit een doosje kan komen. Maar hm. Daarom dat hij ook echt wel nood heeft aan van die lastige aankomsten, waar er al slijtage gebeurd is in de laatste ja. honderden meters. Uh, en dan ja, kan hij op dat groot verzet blijven, blijven gaan. Hmm. Eigenlijk, ik, ik, ik zie het echt wel voor hem meer zo. Uh, maar qua positionering, denk ik wel dat Arnaud Delie individueel dat heel veel kan. Ook los van zijn ploeg is wel iemand die altijd op de plek zit waar hij moet zitten. Hè. Dat okay. was bijvoorbeeld in Zwitserland ook. Alleen had hij daar. Ja, dan de pech dat, uh, dat hij ja, iets met zijn ketting had ketting en dat hij niet kon, uh, ja. niet kon sprinten. Hij had daar ook maar één kans in, in een hele zware ronde van Zwitserland. En, mm -hmm. ja, die, die heeft hij mislopen door omstandigheden. Ja. Je hebt de naam uh, Cavendish laten vallen, uh, Serge. Dries, heb jij de Netflix-documentaire uh, over Cavendish gezien? Never nee. Enough. Nee, hey. sorry. De, dat is een aanrader en niet alleen voor ja. Cavendish, maar daar zit een beeld in van Serge Pauwels. Waar hij uh, ja, ja, ja. blijkbaar. Parijs-Roubaix ja, heeft gereden de, de in de rit, Tour. Uh, 2018. Ah, ja. Ja. En het lijkt of uh, Serge een uh, gravel-kampioenschap <laughs> achter de rug ja. heeft. Uh, maar in elk geval, ja, Cavendish die gaat voor zijn 35 e ritzege in de Tour de France. Ja. Een uh, absoluut record zou dat zijn. Hij heeft nu het gelijke aantal van uh, Eddy Merckx. Kan het volgens jullie? In onze vorige podcast hebben we het er ook over gehad. Uh, voorbeschouwing op de ronde van Zwitserland, waar Kevin is ook bij was. Er is de Potter die zei toen: Ja, met wat ik gezien heb in de ronde van Hongarije, kan mm -hmm. het. Frank Kosten, die was redelijk categoriek, die zei: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij het niet meer in zich heeft. Wat denken jullie? Ik denk dat het wel inzicht heeft. Ik heb eigenlijk heel weinig uh, nog maar met, met Mark Kevin is gekoerst. Um, ik heb er één keer mee gesproken in de ronde van België, een paar jaar geleden. En je merkt wel dat hij veel drive heeft. Daar zit zowel Grinta in. En ik denk als hij zijn zin op iets zet, dat het wel moet kunnen. Maar we mogen niet vergeten, er zijn nog zes, zeven, acht, nou, iedere ploeg: ja. eh, 21 ploegen of, of, of 22 ploegen. Hmm. Met bijna iedereen is sprinter. Dus ja, Er zijn nog, nog andere kapers op de kust. Er zijn, niet heel veel, er zijn maar 21 ritten, waarvan eh, de helft per dus uh, zijn er maar een goed wel een, een tien-ritten die daar misschien vlak finishen, uh, waarvan er een paar overgangsritten zijn. Dus ik denk de sprintkansen zijn niet, niet super groot, um, geen chance realiseerd dit jaar. Dus nee. daar, uh, daar kan het ook al niet. Um, de kansen zijn klein, maar de kansen zijn er. Mm -hmm. Jij hebt hem in het verleden mm. al meer dan één keer gesproken. Hoe zie ja. jij het? Ik denk dat dat de enige reden is waarom dat hij nog een jaar koers is om, om dat akkoord te breken. En, eh, een aantal jaar geleden, toen hij vier ritten won denk ik in de Tour, dan uh -huh. wilde hij nooit over dat akkoord spreken. En, en ja. Het was eh, onrespectvol naar Merckx toe om, om over dat akkoord te spreken. Want ja, zelfs één rit winnen in de Tour is al fenomenaal. en Mensen waren dan bezig. Ja, hij, heeft, hij moet er nog drie, hij moeten nog twee. Maar um, ja, ik, ik denk wel dat het kan hoor. Even uh, bijvoorbeeld in de Ronde van Zwitserland ook Specifiek ja, die ronde gereden om, om, uh, ja, om door een muur te gaan. Om... Hij weet dat dat zijn zwak punt is. Hij heeft. Eigenlijk, eigenlijk is hij conditioneel niet meer een renner om, om, om in een tour uh, mm. allee, te gaan. Ja, dus dus dat op dat niveau echt mee te draaien. Mm -hmm. dan, ik, ik heb het dan echt over het, het, allee, het world -tour niveau bergop en zo, maar hij, ja, hij kan wel gewoon binnen tijd finishen en hij gaat op zijn manier proberen. In de relatief makkelijkere ritten dan, ja, zijn kansen te pakken. En dan nog gaat alles moeten meezitten. Want uh, ja, er is zoveel sprintgeweld en dat zijn allemaal ja, ja. zo'n toppers geworden. Mm -hmm. Ik moet natuurlijk ook wel zeggen, ik weet niet hoe sterk dat de Astana-terrein is. Ja. Uh, ik heb daar net uh, ja, lang bezig al... geweest over uh, het positioneren van, van de ploeg. En ik weet niet hoe sterk dat is. natuurlijk. hebt nou, uh... Morkov excuseer, Hij heeft uh, bol, hij heeft ballerini. Ja. Dus dat ja, zijn ja. wel mannen die hem ook in de aanloop richting het wringen en, en de finale ja. fase ja. kunnen beschermen. We hebben dat ook gezien in de Ronde van Hongarije. Hij werd daar eigenlijk een hele dag omringd mm. door van die kleerkasten. Mm -hmm. Hij heeft geen minuut in de wind gezeten. Als ze dat voor elkaar krijgen. En hem ja, zonder energieverspilling naar de finale kunnen brengen. Dan dat kan is het, het hè? Ja. En, en die jongens zijn ook niet binnengehaald, uh, omdat, omdat ze met hem goed overeenkomen. Het is echt al puur met dat ene mm -hmm. doel om, om denk ik naar te halen. Want dat zou ja. natuurlijk voor die ploeg en voor hem, ja, dan zie ik hem zelfs, bij wijze van spreken, de dag de, naar die ja, starten. Ja, dat, <laughs> dat, zie, dat, zie, dat zie ik ook gebeuren. Uh, <laughs> en dat zou het, ja, ja er hangt wel zo'n zo mystiek rond die figuur van Kevin is, dat dat wel. Het zou het hem. Wel gegund zijn om ja. zo zijn carrière af te sluiten, denk ik. Ja. Van de sprinters gaan we naar de klassamenstrenners, mannen, want die moeten we natuurlijk ook bespreken. Serge, heeft de Tour de Suisse ons geleerd dat UAE ook in de Tour de France dominant zal zijn? Absoluut. Ik, uh, dat is echt wat ik onthouden heb van de Ronde van Zwitserland. Almeida, Yates uh, waren subliem. Mm -hmm. ik bedoel, die Ronde van Zwitserland mocht nog. 30 dagen geduurd hebben met aankomst bergop en ze gingen elke dag 1 en 2 geweest en Uiteraard is de ronde van Zwitserland niet de Tour, Maar het niveau waarop dat die twee reden, was echt wel heel hoog. Um, Almeida zou 7,0 Watt per kilogram lichaamsgewicht hebben geduurd uh, in die korte rit voor 20 minuten. Ja. Oké, okay, het, het was wel een, een, een hele korte rit, en eigenlijk kwam het enkel neer op die inspanning, maar dat zijn echt wel waarden die daar een vingergaard. Ook ongeveer liet, liet optekenen, zo afgelopen jaar uh, in, in inspanningen van 12 à 13 minuten. Dus ja, ik, um, ik verwacht wel dat UAI dominant gaat zijn, want dan heb je nog Tim Wellens, je hebt nog uh, Polit, je hebt. Uh, um, ja, wie, wie hebben we dan nog naast? Uh, Ayuso. Uh, Ayuso, inderdaad, ja, Soler. Dus ja, ik zie echt wel. Uh, ze hebben bijna, denk ik, drie mannen die... Uh, of, of vijf man. Ze kunnen drie ja. man bij de top vijf hebben in mm -hmm. het eindklassement als ze dat zouden willen. Nee, dus, ik uh, had de, de selectie een maand geleden, denk ik, gezien. Ja. En gezegd, zo, dat was zo een piramide <laughs> systeem. Ik <laughs> zo, van boven, dan Yates en Ayuso. Sivakov stond er nog bij. Ja, um, ja, ja Wellen stond dan er ook bij. Um, Niels Polit. En dan vergeet ik nog Almeida. Mm -hmm. Dus ja zet die renners allemaal bij een andere ploeg en die staan daar bovenaan mm. de, de piramide. Zo mm is het. -hmm. Dus uh, ja, ik denk wel dat dat de, de te kloppen ploeg is. Pogacar, uh, de grote favoriet, ook de Giro al gewonnen, is ja. uh, UAE op weg om de drie grote ronden te winnen dit jaar. En dan heb ik het niet over dat Pogacar die drie ronden zou kunnen winnen. Ja, waarom, maar, waarom niet? Ja, als, dat zou op als dat, ook, ook wel ja. kunnen misschien. Maar in de Velta ja, komen ze dan ook nog eens waarschijnlijk met Ayuso, met uh... ja, wie weet gaat Maika dan uh, nog eens rijden. We uh, ah, niet vergeten dat Maika er nu zelfs niet bij nee. Dat was dan iemand die de vorige ja. jaren de groep uitdunde tot drie of vier pionnen. Uh, nee. <laughs> dus uh, ja, dat zou zeker kunnen. En ik herinner me het jaar dat Pantani in 1998... Uh, na de Giro ook de Tour won, uh -huh. dan heeft hij zo even in de pers gelanceerd van ja, ik kan straks ook nog naar de Vuelta om de eerste renner in de geschiedenis te worden, die, die, die drie grote rondes op een jaar tijd wint. En uh, uiteindelijk was dat maar een, een grap of zo. Maar uh, het zou wel mooi zijn, mocht Pogacar dat uh, na zijn Tour Winst ook, uh, ook willen doen. En waarom niet uiteindelijk? Nou. Het lijkt uh -huh. wel alsof hij met de Giro een, een goede trainingstage <laughs> heeft gehad voor, voor de Tour, uh -huh. uh, de manier waarop hij in de derde week nog uh -huh. omhoog fladderde, dat was uh -huh. ongezien. Ja, onwaarschijnlijk. Ja. Um, dat is de grote favoriete ploeg, de tegenstand. Um, Visma Liesebijk in eerste instantie met ja. de titelverdediger Vingegaard. Moeilijk in te schatten, zijn niveau, na die zware val in Baskeland en dan uh, de rentree, die er nog niet geweest is. Eigenlijk. Ja. ja, dus ja, in eerste, eerste wedstrijd rijden terug, direct uh, in de tour. Ik denk dat het niet echt uh, goed is dat, daar. Dat weet ik niet, want ik denk wel dat de trainers en, uh, wel weten wel dat, ze, wel dat ze moeten trainen, juist om eventueel dat te simuleren. Um, maar ja, ik denk ook zelf, voor de renner zelf, is het toch altijd wel leuk om naar de tour te gaan met een Dolphiné op zak, denk ik. Dan. Of een, een Ronde van Zwitserland te, te winnen. Um, nu goed, ik denk, ja, ik zeg het, die renners zijn ook al zo sterk en die hebben mentaal al zoveel doorstaan. En, Blijf dat zeggen, klasse dat is mentaal echt wel heel sterk. Heel st of ja, je moet heel sterk zijn als klasse Want uh, het zijn 21 dagen ja, echt op, op topniveau fietsen. 21 dagen dat je geen enkele steek mocht laten vallen. Um, ik herinner me nog 2010 of wat, wat jaar was dat toen dat Contador rustig van achter zat en uh, ze trokken het op de kant in de eerste week. En, uh, en Contador verliest uh, een paar minuten ja, dat, hè. dus je mag niet zo eens rustig met iemand anders van achter een peloton zitten, wat praten, rustig lachen, want uh, dan zit er een andere ploeg op vinkerslag. en zit uh, het op de kant en, uh, en het scheurt en, uh, je toer is al omzeep of je loopt al met een achterstand van een paar minuten na twee drie dagen. Dus uh, ja, het is mentaal echt wel, uh, wel lastig om, om dat te, te doen. Um, maar ik denk wel uh, dat Jonas met de dagen die komen, dat hij wel iedere dag beter wordt. Ja. Of ja, beter kan worden. Ik denk dat dat logisch is als hij nog niet gekoerst heeft. Ik denk dat um, een klas mensenrenners sowieso die, die... Ik ga niet zeggen dat ze beter worden iedere dag, maar uh, het verval is eigenlijk minder, uh, minder als, bij, als bij andere renners. Dus ik denk wel dat hij uh, stappen kan zetten in de, in de Tour. Ja. Even een pool, Serge. Hoe zie je dat? Ja, er zijn wel wat vraagtekens. Hè. Ik bedoel, uh, die, die zijn alleen maar allee, er gekomen met de Dauphiné. Uh, waar hij een heel sterke tijdrit rijdt. Maar mm -hmm. in het Hogebergte misschien nog iets tekort komt uh, tegenover de allerbeste. Um, maar ja, het goede aan de Dauphiné is dat je, je hebt wel nog wat tijd hebt om dan nog richting de tour. Mm -hmm. nog ja, aan kleine puntjes bij te schaven. En de, daarom reek ik ook altijd liever zelf de Dauphiné. Omdat het een wake-up call is van. Oké, okay, dat en dat moet nog beter, of ik moet nog een beetje gewicht verliezen. Terwijl mm -hmm. na Zwitserland ja, heb je eigenlijk maar twee weken. Je hebt dan nog het kampioenschap uh, dat ertussen yep. ligt. Dus echt veel tijd om dan nog te trainen of, of, uh, oh. of bij te schaven heb je niet meer. Mm -hmm. Na de Dolphiné heb je dat wel. En ik denk dat dat soms het positieve is van oeh, uh, we hebben beseft van we zijn er nog niet. Uh, en er moet nog dit en dit gebeuren. En, en, ja. Dus. Ik, ik hoop uh, dat hij straks Remco dan in uh, de, de vierde of vijfde rit uh, over de Galibier mee kan met de, met de beste. En dan ja, dat alle opties zowel voor een eindklassement open blijven. Maar ja, het is de vraag natuurlijk of hij tegen Pogacar, tegen een Vingegaard... Want ik denk uiteindelijk mm -hmm. wel dat Vingegaard ook ja. op niveau zal zijn. Mm -hmm. en Anders zouden ze wel weten naar de, nee. de toer sturen. En denk het, ik. Is, het is zo'n talent. dat... Ik, ik verwacht gewoon dat hij die, dat die er gaat ga bij zijn. En, ja. en zoals Dries zegt, uh, ja, ik kan ook wel echt uh, groeien nog in, in de ronde. Er is natuurlijk niet zo heel veel tijd om nog te groeien, maar je moet, uh, je moet er wel staan. Maar, maar toch, uh, de derde week, daar ligt toch wel het zwaartepunt, denk ik. Ja, ja. Met de slotdag, je haalde het al aan, uh, Dries, geen finish in Parijs, maar finish in Nice met een tijdrit uh, van meer dan 30 kilometer. Ja. Daar kan natuurlijk ook nog wel wat. We hebben in het verleden nog ja, ge tijdritten gehad in de tour die uh, dan, beslissend zijn. Dan niet? ga je er wel vanuit dat, dat er een aantal renners aan elkaar gewaagd gaan zijn. Want ja. natuurlijk daarvoor uh, allez, er, zal er sowieso wel al het een en het ander gebeurd zijn. En gaan er wel met minuten gespeeld worden, denk ik. Uh, maar wie weet, hè? En, en, uh, dat, uh, dat is inderdaad in het verleden zelfs al gebeurd. Hè, naar La Planche de Belleville onder meer een aantal jaar geleden. Mm. Toen uh, Pogacar Roglic uit, uh, uit de trui reed. En uh, dat is ook nog iemand dat we nog niet genoemd hebben. Maar Roglic mm -hmm. is vol, volgens mij ook wel een. Uh, gaat ook een belangrijke factor zijn. En ik verwacht hem ook wel echt op niveau. Het is vaak mm. zo dat iemand die. Of vaak, het is al een aantal keer gebeurd dat iemand die een toerkandidaat geweest is en eigenlijk een belangrijke kans gemist heeft om de tour te winnen. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld Roglic, zoals Kedal Evans in het verleden of Sastre, dat die later, twee, drie jaar nadien, dan toch de tour winnen op een moment dat je eigenlijk niet meer verwacht. En, en wie weet is dat wel dit jaar uh, voor Roglic. Want eigenlijk wordt er niet meer echt verwacht dat hij de, de tour gaat winnen. Uh, hij heeft zogezegd zijn, zijn kans gemist, ja, of zijn ik... grootste kans gemist, maar wie weet hij is wel, hij is wel op niveau. Ja. Ik denk nou dat we het ook niet verwachten, omdat er nu gewoon... Ja, Pogacar en, en, en Vinegaard, dat die er zo bovenuit steken. Ja. Hey, als je als prima ze uh, ziet in, in eender welke etappe zonder, of er welke koers zonder die twee, nou, die steekt er ook ja. kop en schouder bovenuit. Maar ja, er steken er nog twee ander mm -hmm. nog eens een keer hoeveel, zoveel bovenuit. Um, ik moet wel zeggen, dat ik van, uh, van Roglic heb gezien in de Dauphiné zeker. Mm -hmm ik klimt goed. Ik denk zijn ploeg rondom hem is ook wel, uh, wel goed, denk ik. Hij uh, ja, heeft Hindley en, en Vlaasov en uh, in eerste instantie uh, als een aantal. Dat is ook uh, niet minder. Nee, nee, nee. Want dat zijn uiteindelijk ook jongens die op het podium in theorie zouden ja, kunnen ja. staan. Ja. Zeker in een grote ronde. Rondewinnaar. Ja, uh, niet altijd ronde winnaar. Uh, Hindley He heeft uh, al de Giro gewonnen. De gewonnen. Uh -huh. Dus uh, ja, ik denk uh, dat zij ook wel echt een, een sterke ploeg hebben. Uh, en, in mijn ogen gaf Primos wel echt een goede indruk in, in de Dolphiné. Hij, hij zag er goed uit, vond ik. Mm. Um, in het begin van het jaar, waar heb ik hem nog eens gezien? Ik denk Parijs-Nice. Toen was het zo precies iets ja, minder. Hè. Het was dan ook een nieuwe ploeg, aanpassingen, nieuw materiaal, nieuwe fietsen, nieuwe kleding, voeding, nieuwe omkadering ook. Ik denk wel dat hij misschien een paar staffleden heeft meegenomen. Maar toch, uh, alles is een beetje nieuw: hè. nieuwe renners, de manier van koersen. want... Vorig jaar bij Fisma, bij ja, ze reden altijd van voor. Want mm -hmm. ze hebben de drie grote rondes gewonnen, dus ze hadden altijd de leiderstrui. Um, en dan ja, komt hij in, in de, uh, de Paris-Nice dit jaar. Um, ik weet niet meer wie dat Paris-Nice gewonnen heeft. Uh, Visma. Jorgensen. Visma, ja. Ja. Ja, dus nu reed Fisma weer in de gele trui vooraan. Mm -hmm. En... Ja, <laughs> dan moet hij daar tegen gaan. Dan knoppen. moet hij daar eigenlijk mm. tegen gaan, gaan. Moet hij eigenlijk als tweede ploeg gaan zitten. Ja, dat is ook niet van zijn gewinten. Dan wordt er al meer gevrongen. Want ja, waarom zit Bora als tweede ploeg? En waarom zit niet Quickstep als tweede ploeg? Of waarom zit niet uh, UAE als tweede ploeg? Um, en dan is er iets meer zo, ja, die druk zo van achter u, zo van het mentaal, geen steek laten vallen, ik, of ik kom je plek uh, innemen. En Ik denk ook wel dat hij daar uh, zich aan heeft moeten, moeten aanpassen of aan mm -hmm. moeten winnen heeft. Uh, met dat gevoel. Uh, ik denk ja, met dan de Dauphine te winnen. Uh, en ook, ik denk wel op, op welke manier. Hij uh, heeft dan toch uh, de tweede gewonnen, zeker. De derde laatste en de voorlaatste. Um, hij heeft gezegd, uh, ik, ik heb hier etappe etappen gezien. Hij trok uh, Vlaasov, reed echt een heel sterke klim. En dan, ja, prima, zijn sterke punt is uh, echt de laatste kilometer rechts staan en dan rechts staan Mm -hmm. En dan nog een keer zo die versnelling doen. Mm -hmm. um, dus ja, ik vond wel dat hij er uh, ja, goed, uh, goed uitzag. Dat hij er uh, wel sterk voor een dag kwam. Mm -hmm. INEOS mannen. Die gaan met uh, Bernal, Pitcock, Carlos Rodriguez, Garen Thomas. Ja. Wat uh, verwachten we daarvan? Pitcock, die ja, al een tijd schreeuwt dat hij voor een klassement wil gaan in de, in de Tour. In de ronde van Zwitserland liet hij dan. Een beetje raar ontvallen van ja, ik beslis hoe ik mijn tour ga rijden en dat is dan ja, voor uh, interpretatie vatbaar, denk ik. Uh, maar wat verwachten we daarvan? Ik vond hem in de, de Ronde van Zwitserland een klein beetje minder dan ik, uh, dan ik verwacht had. Mm -hmm. uh, Bernal, daarentegen, die was die was eigenlijk heel goed. Uh, Pitcock, ja, op niveau waar dat je, waar hij hem voorbije jaren wel gezien hebt. Maar als hij zegt dat hij voor een klassement wil gaan in de tour, ja dan is het wel zo dat Pitcock... Um, ja, die alle keren dat hij al iets heeft uitgesproken qua ambitie, dan maakt hij dat meestal ook waar. Mm -hmm. En uh, ja, met het niveau dat hij nu in Zwitserland reed, is dat onvoldoende denk ik, om de Tour te winnen of op het podium te staan. Ja. Um, maar ja, het is ook wel iemand die, ja, die misschien nog wel een stap kan zetten sinds, sinds de Ronde van Zwitserland. Ik weet het niet. En ik ben ook niet zeker of hij die ambitie dit jaar echt al wil waarmaken. In elk geval gaan ze daar ja, binnen de ploeg wel in de breedte moeten, moeten werken en, en, en op die manier aanvallend koersen en, uh, en, en pionnen vooruit schuiven. Echt wel hun klassementsmannen vooruit schuiven als ze op het podium in de tour willen geraken. Want ik, ik denk dat zij ja, wel sterk zijn in de breedte, maar individueel misschien niet de, de mannen hebben om, uh, zeker niet om de tour te winnen. En ja, podium is, is zelfs al limiet, denk ik. Ja. Uh, Bernal zal misschien ook de beste zijn. Um, ik was wel heel gecharmeerd hoe, hoe dat hij in, in de ronde van Zwitserland reed. Zeker na het traject dat hij heeft doorstaan of doorlopen de vorige jaren. Uh, ik had het eerlijk gezegd ook niet meer verwacht. Nee. Maar um, ja, hij, hij, hij komt dicht tegen zijn niveau van 2019, denk ik. Het zou heel goed zijn voor Bernal na die doodsmak natuurlijk nee. uh, op training en, uh, en die lastige revalidatie. Nog even over Pitcock. Uh, de meesten die rijden dan Zwitserland-Taufiné en een week voor de Ronde van Frankrijk, het BK. En hij rijdt op de mountainbike. Ja. Een wereldbekerwedstrijd in Crans-Montana in ja. Zwitserland. En wint hij dan ook nog ja. even op een indrukwekkende manier, blijkbaar. Ik heb het niet gezien, maar blijkbaar moet het ook indrukwekkend geweest zijn. Dat is ook Pitcock ten voeten uit. Hè? Ja, ik heb er een paar beelden van gezien. Um, het is een aparte voorbereiding. <laughs> <laughs> maar ik denk wel um, qua intensieve prikkel kan dat wel tellen, denk ik. Uh, vaak, uh, ik zeg, ik ben uh, geen klimmer. Ik denk, dat uh, jij daar meer kan over vertellen, maar ik denk heel vaak klimmers die kunnen heel lange, hoge vermogens rijden. Uh, en Pitcock is eigenlijk ja, een crosser genre klassiekerrenner die daar ook nog eens hoge vermogens voor zijn, ja, voor zijn gewicht. moet moeten mm -hmm. altijd wat per kilo spreken, uh, maar ik ben er zeker van, absoluut zal dat ook wel uh, in orde zijn zijn vermogens. Um, he, dus hij kan ook eens toevallig, of ja, toevallig is er niets, want je moet er hard voor trainen, hard voor werken. Um, maar hij kan ook nog eens hoge vermogens rijden. En ik denk met dat hoge vermogens gecombineerd met die uh, intensieve trainingsprikkel, he, die, die korte, vinnige inspanningen, die sprinten, dat kan er wel voor zorgen dat hij volgens mij ritten wel kan uitpakken. Mm -hmm. Zoals die Alpe de West-rit ja. die hij ooit uh, gewoon. Ja, ik denk hij kan heel lang meegaan. Of ja, heel lang, ik hoop voor hem dat hij heel, heel lang kan meegaan bergop. Um, en als er dan in de laatste kilometer uh, ja, gesprint moet worden, of als er dan zo op een kilometer aan de meter aanvallen beginnen. Volgens mij kan hij dan wel, met dan die intensiteit dat hij toch wel van nature heeft, kan hij volgens mij wel uh, zo'n zo rit winnen. Ik denk vooral uh, de, in het begin de rit over de Galibier met de aankomst in Valois, uh -huh. Dat is de, de afdaling van de Galibier, Als hij er boven kan bij, blijven bij de beste, ja, ja. dan kan hij de afdaling rijden dat hij toen in de rit uh, een aantal jaar geleden, geleden heeft gereden, ja. richting Alpen de West, ja. en waar hij eigenlijk de oversteek heeft gemaakt naar de ontsnapping. Uh, als hij even snel naar beneden rijdt als, als toen, dan, uh, ja, dan gaan ze niet op de foto's staan. Ja, de afdaling die de wereld rondging. Ja. Uh, fantastisch gedaan toen. Uh, zijn er nog outsiders waar jullie rekening mee houden, mannen? Denken jullie aan. Carapaz aan Bilbao, aan. Ik weet niet, zijn er nog namen? Well, Carapaz uh, had dan uh, in de Ronde van Zwitserland een, uh, ja, een val voor, waardoor hij zijn, uh, zijn kaak uh, geblesseerd heeft. Mm -hmm. en, en eigenlijk hebben we daarom niet kunnen zien tot wat hij in staat was, maar dat is wel altijd iemand. Ik had hem voor, uh, voor Zwitserland wel uh, verwacht. En ik... Dat is iemand waar je zeker rekening mee moet houden in de tour. Mm -hmm. um, het is jammer dat Theo Gegenhard uh, niet aan de start komt. Ja. Um, want dat is ook wel iemand die ze ja, die bij Little Trek speciaal hebben binnengehaald en eigenlijk wel een ploeg daar rond hebben georiënteerd, denk ik toch, vooral voor, uh, voor de Tour de France. Um, dus dat is eigenlijk denk ik de belangrijkste afwezige. zo. Maar ja, er zijn veel vraagtekens. Hè. Remco is een vraagteken. Vingegaard is een, is een vraagteken. En, ja, waarschijnlijk gaan we na vier, vijf dagen al wel een aantal vraagtekens in uitroeptekens kunnen. Ja. Uh, veranderd hebben en dan gaan we wel wat wel weten, denk ik. Ja, start in uh, Italië en met geen meter vlak in die eerste nee. ritten. Dat is ook allemaal atypisch een beetje tegenover uh, andere ja, er is, rondes van Frankrijk. het is voor geen klassieke ronde van, uh, van Frankrijk. Hè. Meestal, well, meestal, vaak zo'n begin ergens een tijdrit of, uh, of een proloog, um, dan een paar vlakke ritten, dan na vier, vijf dagen een overgangs of een eerste bergrit, een voorzichtige bergrit. Uh, om dan in de Alpen of in de Pyreneeën te passeren. En dan uh, terug wat overgangsritten. Hier en daar nog een vlakke rit naar Lourdes. Uh, sprinten. Uh, en dan de laatste week uh, opnieuw in het oogpergte uh, Alpen, Pyreneeën. daar nog uh, een paar lastige ritten te doen. Eventueel nog een, een tijdrit of een individueel tijdrit. En dan uh, klassiek afsluiten in Champs-Élysées. Uh, nu is het denk ik drie dagen Italië. Ja. Uh, ik weet niet of dat dan... Nee, rustig. Ik denk dat ze naar ja nee in een keer en dan, door naar, uh, ja. naar Frankrijk ja dus uh, ja, drie dagen Italië dan uh, van Italië naar Frankrijk rijden dat is sowieso via ja, dan de Alpen BBL, hè, ja. Ja, ja, dus uh, het is al direct uh, ja, de kaarten op tafel uh, wie is er goed uh, ik denk dat, dat daar wel direct uh, wie weet zelfs heel truif vast na die ja tappen. kan kan in principe ja. toch voor een hele tijd ja, nou. ja. Zeker als we zien hoe Pogacar uh, huis heeft gehouden in de mm -hmm. Giro. Ja, Zijn we misschien vertrokken voor een saaie Tour? Oh, ik hoop het niet, ik hoop het <laughs> niet. maar ik, ik zie wel een, uh, ja, de, de verhoudingen ten opzichte van vorig jaar, die zie ik wel omgekeerd. Hè. dus ja. Als je dan UAE ten opzichte van uh, Visma-Lizebike ziet, dan, dan denk ik dat nu het voordeel bij, bij UAE ligt en dat... Is maar met, met uh, Vingegaard, uh, ja de underdog gaat zijn. En, en... Maar goed, ook dat is ja, praat vooraf. Hè. Uiteindelijk gaan de echte waardeverhoudingen pas in de koers mm. duidelijk zijn. Mm -hmm. uh, maar wat wel een feit is, is dat ja, die ritten in Italië die gaan al wel voor uh, spektakel zorgen. Vaak is zo de eerste drie ritten, als die al in het buitenland zijn, is dat een soort parade. Hè, waar dat je zo bijna niet echt ja. kunt koersen. In Nederland heb ik dat meegemaakt, ook door België. Het peloton dat zichzelf een beetje neutraliseert, omdat het soms zodanig gevaarlijk is. Veel volk langs de kant van de weg. In Dusseldorf was dat ook zo. Oké, okay, drie renners voorop, hele dag en dan gaan we wel sprinten. Maar je kunt vaak niet, niet koersen op die wegen, omdat dat echt zo druk is in dat eerste openingsweekend. En uh, ja, nu in Italië gaat het er wel al uh, op zijn. Hè? Want uh, ja, je kunt je niet verstoppen. We krijgen misschien wel zo'n beetje zoiets als de als start in, in Yorkshire 2014. Waar Nibali ook al uh, direct uh, zijn stempel zet op uh, Ja, op ik, de denk, ik mm. denk ook. Dat is eigenlijk ja, niet mooi om te zeggen, maar... Direct in Italië, direct de kaarten op tafel, direct lastige parcoursen. Hè, we kunnen niet verstoppen. Ja, het kan zijn dat er slachtoffers vallen met een valpartij. Ja. Um, ja. Dat heb je ook altijd ja. he, in zo'n aanhef van de Tour. Het is dat. Het, is, het, is, ja, het hoort erbij. En, ik weet dat, uh, waarschijnlijk andere ploegen weten dat, iedereen weet dat. Van, hoe lossen we dat op? Vooraan zitten. Iedereen wil vooraan zitten. Uh, ik heb ook nog een uh, mooie quote uh, van Walter Plenkaart gehoord. Uh, gewoon bij de eerste twintig rijden, zoals heel peloton. <laughs> dus uh, ja. ja, er is maar twintig plaatsen bij de eerste twintig. En iedereen wil bij de eerste twintig rijden, want daar is het het veiligste. Maar het feit dat iedereen bij de eerste twintig wil zitten. ja Eén keer als je er zit, is het relatief veilig. Maar ja, weer al die renner hier achter u die je plek wil, uh, wil innemen. Uh, dus vanaf plek 20 tot, tot 40, ja, dat is daar een komen en gaan van, 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 ja, moet dat zeggen, van golven, van, van ploegen, van renners. Um, en dat maakt het nu net gevaarlijk eigenlijk. Ja. Ja. We hebben het al een hele tijd over de tour. En één onderwerp wil ik toch nog aansnijden: Dries, want het is nu, de opname is op maandag na het BK toerstart start op zaterdag en jij weet nog niet of je erbij bent bij Total Energy ja, of niet. Klopt, klopt. Het is, uh, spannend. Spannend, ja. Maar aangezien wordt vandaag uh, de selectie bekendgemaakt, dus uh, ik verwacht uh, iedere moment eigenlijk vol. <laughs> je bent er wel klaar voor? Uh, ik ben er wel klaar voor. Uh, nou, hoop ik. Ik heb er uh, toch wel alles voor gedaan. Uh, we hebben uh, ook met de ploegen uh, in Spanje gezeten, de uh, Sierra Nevada. Net zoals eigenlijk, uh, ik denk. We hadden even goed daar door de Frans kunnen doen, want uh, ik denk Primoz uh, Roglic zat er. Ja, uh, yeah, Bora, ik zal de ploeg noemen. <laughs> Quickstep, Bora, Lotto. Ik denk Astana zat er ook. IF um, Education zat we wel waar, met waarreners. Dus ik denk dat daar goed en wel 40, 50 renners op de, van boven op de berg zaten. Ja. Dus ja, um, ik heb er alles voor gedaan en we zullen wel zien. Ja, hopelijk kunnen we hem aan het werk zien in de Tour. Het zou jouw ja eerste Tour de Frans trouwens. Ja, klopt. Uh, ik heb vorig jaar uh, voor de eerste keer uh, de Vivalta gedaan. Dat was mijn eerste grote ronde. Um, ik had er een klein beetje schrik van, om, uh, om eerlijk te zeggen. Ik had nog nooit een grote ronde gedaan uh, zo lang um, ja, van A naar B, van B naar C en uh, verder. Dus um, ook ja, zo lang uh, ja, van huis. Hè, want een grote ronde duurt maar 21 dagen, maar er zitten twee rustdagen bij. Dat is al twee dagen extra. Je zit er drie dagen van tevoren. Uh, de dag nadien uh, gaat het pas naar huis. Dus uiteindelijk zijn we wel bijna vier weken, mm -hmm. vier weken weg. Um, ja, het was toch. Uh, ik zei ik had er een klein beetje schrik van. Uh, ook qua voorbereiding. Ja, rijd ik hem wel, rijd ik hem niet. Hè? Het was een beetje spannend. Um, ik heb in allerijl nog een uh, mini-stage gedaan in de Vogezen. Um, eigenlijk heel goed getraind. Ook tijdens de Ronde van Frankrijk was dat. Uh, Toen die etappe van. Moeloos gezien daar zeker. Mm -hmm. uh, verder de voorlaatste etappe. Um, Marekstein, ja. Marekstein en dan Petit Ballon. Uh, en toen moet ik wel zeggen, toen zag ik wel een paar lijken op, uh, <laughs> op de Petit Ballon. Um, dus uh, ja, ik zeg het, dat, dat zijn zo van die beelden die er ja, toch wel, uh, wel bij blijven. Um, van grote rondes. Ja. Ik heb ook een keer uh, in Tienje gestaan toen. 2021, denk ik. Toen die regenrit. Ben O'Connor won. Ben O'Connor oh, ah, ja, won. Ja, juist. Um, dat was toen ook uh, Le Grand Bourneau. Denk ik. Nee. Cormida ja. uh, Rossellon. Ja. En dan meer naar beneden. Tien jaar naar boven. En dan nog tien jaar rechts naar boven. Um, en toen zag ik echt... Ja, de eerste Ben O'Connor. Daar hebben we nog niet over gesproken daarnet trouwens. Ja. Uh, ik denk ook wel dat hij... Um, wel, de... Als hij uit de problemen blijft. Top 5, het, is, het is de vraag of hij er ook effectief uh, bij is, ben ook Felix Gal is wel de ah, ja. vooruitgeschoven mm -hmm. okay. bij uh, ja. Decathlon AG. Ja. Okay. Ja. ja, hoe dan ook, Serge? Jij weet uh, dat de Tour met niks te vergelijken is. Uh, je hebt hem vaak gereden. Ja, Zes keer gereden en. Uh... Het begint inderdaad al in de voorbereiding. Hè. Zoals Dries zegt, je, je bereidt je 100% voor, maar ik was ook nooit zeker om erbij te zijn, of ik voelde me nooit zeker om erbij te zijn. En uh, ja, dan krijg je hopelijk voor jou ook dat verlossende telefoontje. Hè. En, uh, ja, maar dan, dan moet het nog beginnen. En, uh, het moeilijkste vind ik altijd: je moet flexibel zijn in je hoofd en op alles voorbereid zijn. Hè. Want je, je hebt bepaalde verwachtingen van zo en zo zal het lopen. Maar, het loopt dan helemaal anders en, en goed weer, slecht weer. Uh, we hebben, ik heb ja. ooit eens uh, de gele trui in de ploeg gehad met Cavendish. Uh, alleen, nog een paar dagen later uh, alleen, val je zelf. Of, er er ja. gebeurt zoveel in die drie weken waar dat je niet op voorbereid kunt zijn, maar je moet je wel voorbereiden op, 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 uh, ja, op alles wat er kan gebeuren. En, uh, en, en weerbaar zijn. En, en, nou, drie weken zonder, zonder iets voor te hebben, dat, ik denk dat dat bijna onmogelijk is. Ik heb dan vorig jaar uh, de Vuelta gedaan, um, ik ben dan uh, ook gevallen een uh, etappe. Joffrey um, eh, Soep won de sprint uh, in de Oliva denk ik, van jou, ja. uh... um, was dat was eigenlijk wel uh, een mooi verhaal. Ik was dan de dag voor die derde denk ik. Oké, okay, morgen sprint aantekenen voor een drie is goed. Um, goed, en Joff was echt de eerste dagen niet goed. Uh, was ze wat moe, een beetje buikklachten. Uh, ja, diarree. Zo. Ja, geen sterk gevoel. Ze uh, dus denken van ja, allee, nog één dag morgen is het vlak, dus zal we gaan. Uh, en je voor mij de sprint aantrekken. Ik uh, denk op vijf kilometer van de finish. Ze vallen. Ik vlieg erover en ja, ik lag op de grond. Uh, ik zeg zo'n nootje, doe maar. Ik zeg: Vallen, doe maar. Uh, ja, ik kom. Ik pak mijn fiets, stuurscheef, gefrinkt dat stuurrecht. Je fietst verder. Natuurlijk, je radio, met dan te vallen, dat, dat werkt allemaal niet meer zo goed. of De auto is verder, dus je hoort dat niet. En ik kom, uh, ik ja, fiets dan die vijf kilometer, uh, ik denk, met, met Pieter Serie. Rustig dan een meter, ik kom aan, uh, niet erg. Dit, dat. Een beetje, hoe zeg je dat, teleurgesteld of, te, of uh -huh. neergeslagen. Centrum door, laatste kilometer. We gaan links, laatste 300 meter, en ik zie zo. Van boven de, 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 de finishboog zie ik zo, ja, staat altijd de eerste, de winnaar en dan nummer 46, 47, 48. Ja. En ik zeg, zo staan uh, nummer 100, ik moet vliegen, 147. Ik zeg, maar 140, dat, is, dat, is toch, dat zijn wij. Ik zeg, dat is onze reeks. Dat is onze reeks. <laughs> en ik zie zo verder en ik zeg, uh, ja. J Soep. Ik zeg, oh, ten Joffrey gewoon. Ik zeg, oh. En ik, ja, ik fleur er direct helemaal op. Um, ja, ik zag dan onze zwaaier staan. Ik kwam dan bijna tien minuten later of vijf minuten later, pas over de finish. En dus Geoffrey uh, was al, uh, was al naar, uh, naar het podium. En hij ja, zei: Ja, gewoon. Uh, van gewoon eerst gedraaid. En, uh, ik zei: Ja, zalig. Uh, ik kon de bus binnen. Ik kon me niet meer dat ik helemaal oplag lag. Uh. <laughs> kon mij helemaal niet scheelen. Dus ja, ik vond dat zo. Dat, hey, je, je, het gaat dan goed. Hè. Ik was vijf derde, dus vijf, drie. de reeks verder zetten. Um, dus je bent een beetje optimistisch en dan valde je ten eerste teleurgesteld. Dan kom je terug in de bus en dan, ja, Joffrey gewonnen dat, echt, dat zo. Je maakt heel veel dingen mee eigenlijk, in een grote ronde. Mm -hmm. um, Stef Kras ook, daar hebben we nog niet over gesproken. Um, dus Stef was vorig jaar dan in de Vuelta goed. Um, in de etappe naar Gavalambre zat hij mee in de vlucht met, met Sepp Kous. En ik denk, ik, ik denk dat hij toen een lange tijd vijfde of zesde heeft gestaan. Mm -hmm. um, hè, dus ja, dat is zo. Je begint hè, vijfde. En wauw. En dan mogen wij als vijfde ploeg gaan zitten. Hè, wat dat toch wel uh, voor ons uh, toch wel een heel belevenis is. Um, de mensen beginnen ook zo'n beetje. Ja, wel te appreciëren. Hè, van als pro-conti-ploeg pro uh, toch wel uh, vijfde klasse mensen staan. Dat is toch wel een hele, een hele prestatie al. Um, en dan eerst de rustdag. Ik lag met Stef op de kamer. Um, en ik merkte zo de laatste twee dagen zo voor de rustdag. Dat waren gelukkig niet de zwaarste etappes, maar toch wel finish op zo. Oh, geitenpad ergens rechts. Een mm -hmm. uh, uh, klimmen, geasfalteerd en, uh, en van boven finish. En ik merkte zo de laatste dagen dat Stef zo ja, een beetje minder sliep. Ja, moeilijk om te zeggen, zo niet dat je dat je echt zie of merkt. Maar ik merkte zo kleine dingen zo, waar hij toch. Hij begon iets. Er was iets. Ja. Ja, dus um, ja, ik merkte dat hij minder goed sliep. Een beetje zo. Andere sfeer, andere rondom hem. Uh, en dat uh, ik de voorlaatste. de dag voor de rustdag. Uh, opgestaan en eigenlijk echt ziek. Um, dus ja, hoofd volledig dicht, neus dicht. Um, hoestte, echt hard hoesten. Dat ik dacht van. Um, dan hebben we ook, uh, ja, toen zijn we onze wegen gescheiden. Hebben we, ik in een ander kamer, um, hij ook alleen. Um, en hij heeft eigenlijk de rest van de Volta altijd alleen gelegen. Uh, de rustdag gewoon niet gefietst. Echt hoesten, echt ziek. Dat ik dacht van, oef, als dat maar goed komt. En ja, nou, je staat dan wel de vijfde. Joffre heeft al een etappe gewonnen. Um, dus het, het zag er naar buiten, langs buitenuit zag er heel ja. mooi uit. Mm -hmm. Maar van binnenuit, shit, ja, de Stef ziek. Uh, Komt dat nog wel goed, uh, dan de eerste dag na de rustdag was een tijdrit, ja, dan, dat kun je niet verstoppen. Dan is het gewoon nu best doen en, en, ja, ik denk schade beperken uh, in zijn geval. Uh, hij reed nog wel een deftige tijdrit, maar ook na die tijdrit hoestte de dag, dacht van, oef. Dat is echt niet goed. En dan is eigenlijk het geluk geweest uh, voor hem, dat de, de... De dag na daarna, nog drie dagen nadien, eigenlijk zo goed als vlak waren. Ja. Uh, met heel weinig um, aan de hand. Uh, dus ik kon rustig uitzieken, uh, rustig um, herstellen. Uh, en de dag, de vrijdag etappe was dat in Moersia. Waaier. Um, waar dat, ik denk Visma en, en Quickstep echt vol doortrok. Um, ik probeerde zo goed mogelijk uh, Stef te beschermen. We zaten met Boram, uh, met flaas Bora, met, of de tweede waaier. Uiteindelijk kwam we alles terug samen. Uh, maar toen is hij er eigenlijk terug doorgekomen. Dus ja, gezegd mm. zo: goed beginnen. En dan de eerste rust, echt zo'n een, een dip in de sfeer in de ploeg. En dan herstel, herstellen en dan terug uiteindelijk uh, sterk finishen. Mm. Maar hij is dan wel ja, effe ziek geweest. En dan is er ook wel een paar, uh, een paar plekken in het, uh, in het klassement gezakt. Um, maar ik denk, uh, ja, dan is het. Een beetje damage control. Uh, ja, proberen zo goed mogelijk uh, het beste eruit te halen. Ja. Ik denk wel dat hij, uh, hij dat goed heeft gedaan. Absoluut. Stef Kras ook uh, in de tour nu voor uh, Total Energies. Ja. En hopelijk blijft de ploeg gespaard van uh, het nodige ja. ongeluk, dat je toch altijd overkomt in zo'n uh, ja. grote ronde van uh, drie weken. Goed mannen, helaas moeten we hier uh, afsluiten. Uh, ik verwijs nog graag naar de ronde van Wallonië, die u bij ons kan bekijken. Na de tour begint hij op 22 juli en tijdens de tour is er ook bij Pix Sports de Balwaze Ladies tour. Bedankt voor het kijken en luisteren en bedankt mannen om erbij te zijn. Graag tot een volgende keer.